De provincie heeft geprobeerd alle partijen bij elkaar te brengen. We hebben gezegd, we willen één bedrijventerrein in Brabant waar we laten zien dat het afval van de een in feite de grondstof voor het andere bedrijf is. Nou, Moerdijk is als geen ander bedrijventerrein in staat om daar invulling aan te geven. Daar zullen we op 2 april de handtekeningen onder gaan zetten. Dit jaar zullen de eerste projecten tot stand komen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat in de loop van een aantal jaren we steeds verder met elkaar gaan. Met koppelingen valt erg veel winst te behalen, omdat datgene wat het ene bedrijf over heeft heel erg goed ingezet kan worden bij andere bedrijven. We zien daarvan hier een voorbeeld, hier bij AZN, waar erg veel afval verbrand wordt. En wat de stoom die hiervan geproduceerd wordt, die is weer bruikbaar voor andere bedrijven, waardoor ze zelf dus geen stoom en dus geen aardgas hoeven te verbruiken. Als we kijken naar bijvoorbeeld een bedrijf die een tweede productielijn voor productieglas wil ontwikkelen en vervolgens dan eigenlijk zijn CO2 kan afzetten aan een bedrijf die pigmenten maakt, dan betekent dat je dus een heleboel CO2 niet meer emitteert naar de buitenruimte of naar de lucht. Wij zijn erg tevreden met de rol die de provincie in dit hele traject speelt. Met name het proeftuinenproject. Dat is iets wat ons als bedrijf bijzonder aanstaat. En we zijn blij dat we daar op Moerdijk hier aan kunnen bijdragen. Wij zitten dan misschien wat meer op het uitvoerende vlak als exploitantbeheerder en de bedrijven kennen. Maar ook op het gebied van milieuvergunningen zul je ook het nodige moeten regelen om die verbinding tot stand te laten komen. En daar hebben we juist de provincie ook voor nodig. Want eigenlijk wordt gezegd van u heeft wel te maken met een afvalstof. En niet elke afvalstof mag elk bedrijf innemen. Dus zeggen wij ook van nou, wij hebben zeker de provincie nodig om dit project te laten slagen. Belangrijk convenant op 2 april. Omdat de bedrijven en de overheden samen met het havenschap een convenant ondertekenen om met elkaar te kijken hoe we het milieu kunnen verbeteren en ook nog economische winst eruit kunnen halen. De milieuwinst die is nog onder de maat en de milieuwinst zal over 10 jaar veel beter zijn, want er zal bijna geen bedrijf meer zijn wat zomaar bij wijze van spreken zijn warmte of zijn CO2 in de lucht laat oplossen, maar dat zal een grondstof zijn voor het andere bedrijf en daarmee is het echt een winstpakker die we op 2 april gaan ondertekenen met elkaar.